Michael Stewart, de voorganger van de Trinitatis Lutherse Kerk in Suriname, is de vorige week in Haiti gekozen tot president van de Caribbean Military Christian Leaders Conference. De Caribbean Military Christian Leaders Conference is onderdeel van de Association of Military Christian Fellowships. De associatie is een wereldwijde organisatie met regionale afdelingen. Stewart is voor 2 jaren gekozen tot leider van de Caribische tak. De organisatie werkt binnen de gewapende machten aan het ontwikkelen van christelijke normen en waarden. Stewart geeft aan dat ze ervan overtuigd zijn dat wanneer wapendragers hun christelijke waarden en normen hoog houden, zij het land op een waardige wijze zullen dienen. Deze organisatie wil dus wereldwijd militairen en ook wel politiemensen, brandweer, zolang ze maar bij gewapende macht zijn, ze ondersteunen, ze begeleiden en helpen vormen. Nou, er zijn verschillende organisaties voor de gehele wereld. En Caribische Militaire Christian, Caribbean Military Christian Leaders Conference is dus onderdeel van het grote geheel. De organisatie wordt geleid door een president, generaal uit Sri Lanka. En hij wordt ondersteund door 14 vicepresidenten die dan werken over de hele wereld en belast zijn met de verschillende regio's in de wereld. En CMCLC valt onder de vicepresident van North American Region and Caribbean. En daar ben ik, heeft daar iedere zeg maar regio heeft zijn eigen president en ik ben dus gekozen tot de president van de Caribische tak. Stewart zegt verder dat hij met zijn bezoek aan de directeur van veiligheid in Haiti zijn eerste bijdrage als president heeft mogen leveren. En hij apprecieerde het, hij was eigenlijk heel blij dat we daar waren en stelde hem de vraag, waar wilt u dat we voor bidden? Mag ik voor u bidden, waar wilt u dat we voor bidden? En hij zei, we staan nu aan de vooravond van de verkiezingen, die zouden dus op die zondag plaatsvinden. En ik vraag dat we dus daarvoor zouden bidden en met name voor de politie, mensen en de mannen met militaire taken die voor de veiligheid moesten zorgen dat wij dus hen in onze gebieden mochten brengen. En ik heb een bedankje van ze gehad intussen, want intussen is de verkiezing geweest en alles is veilig geweest, geen enkele incidenten, geen problemen. Dus we zijn dankbaar dat we daar waren. In principe heb ik het heel erg geapprecieerd dat we daar waren. Dus heb ik aan deze commandant het woord van God gegeven en bemoedigd van zoek je kracht, zoek je steun bij de Heere God. Michael Stewart, voorganger van de Trinitatis Lutherse Kerk in Suriname. Hij is de vorige week in Haiti gekozen tot president van de Caribbean Military Christian Leaders Conference.